staan hier in Lombok, in Gunung Sari. We zijn hier begonnen met het Ecobrick project vanwege de aardbeving. Malaria was hier en ze wilden graag dat al het plastic opgeruimd wordt. Want malaria dat, zit gelinkt aan de plastic. En Ecobricks is een hele makkelijke, eenvoudige manier om van plastic af te komen. Ecobrick is een droge, schone fles en daar stop je droog, schoon plastic in. Plastic zakken kun je in één keer erin stoppen, hard plastic, dus nou ja, bijvoorbeeld drinkkuipjes, shampooflessen, noem maar op. Die moet je even klein maken, dus dat knip je en dan stop je die vervolgens in de fles. Dus dat is een Ecobrick. Je kunt van alles bouwen met Ecobricks, dat is het leuke eraan. Ecobrick kun je gebruiken in een simpele methode als gewoon een krukje of een tafel. Je kunt het ook wat creatiever maken, een bed ermee maken. En uiteindelijk zou je er zelfs huizen mee kunnen gaan maken. En dat is ook ons doel, want we willen er graag 2 klaslokalen mee gaan maken. En wat we bedacht hebben om de Ecobricks te verzamelen. We hebben hier een systeem geïntroduceerd dat mensen voedsel krijgen als ze een goede Ecobrick inleveren. Het heeft met name mee te maken met dat tijdens de aardbeving heel veel mensen hun huis zijn kwijtgeraakt, hun baan zijn kwijtgeraakt en daardoor dus ja, geen eten konden kopen. We wilden niet zomaar het eten geven, want dan gaan mensen vaak wachten. En je wilt juist dat ook omdat mensen een trauma op hebben gelopen, een activiteit hebben, iets te doen hebben. Door het inleveren van een goede Ecobrick krijgen ze bijvoorbeeld noedels, rijst, zeep, dingen die ze in het dagelijks leven nodig hebben. Dus we hebben op die manier een ruil gemaakt. Wij krijgen de Ecobricks die hierachter te zien zijn en hun hebben dan eten. Nama saya Humaidi. Saya di sini koordinator untuk penukaran Ecobrick. Jadi kita penukaran Ecobrick ini 2 kali seminggu. Jadi sebelum masyarakat tukar Ecobrick, kita cek dulu kualitas dari Ecobrick ini. Jadi kalau kita bisa ketahui kualitas Ecobrick itu bagus apabila apa namanya botol ini padat dengan plastik. Wij hebben op dit moment 5500 Ecobricks al verzameld. Meestal halen we de 500 op per ophaaldag. En dat houdt in dat we 1200 kilo plastic uit de natuur hebben gehaald. Dus dat is echt fantastisch. Efek positif dari penukaran Ecobrick ini untuk masyarakat ya. Apa namanya? Jadi masyarakat yang terkena gempa ini dia tidak memiliki pekerjaan. Dengan adanya penukaran Ecobrick ini masyarakat atau ibu-ibu yang tidak memiliki pekerjaan, dia ada pekerjaan. Jadi dengan begitu dia bisa dapat tambahan sembako dari penukaran Ecobrick ini. Kemudian efek positifnya juga untuk lingkungan bisa kita lihat di medan pintu air ini sekarang sudah tidak ada sampah lagi. Itu efek positif dari penukaran Ecobrick ini.